Van Schaik. Nou, die gaat lekker door. Oh, die bal. Ja. Werd er nog bijna in getipt door Schaftenaar. Maar. Ververs naar de ring. Als iemand het moet zien, dan moet je kippen het dan gewoon. Die afdrukken van Bray, dat moet je. Ja, ja, juist, juist, juist. That's it. Sweet as butter. Ja, leuke combi. Weer een turnover van Joost. Ja. Ietsjes te veel. Tenminste is al de derde in 6 minuten. En Gross die hem juist afmaakt. Had op zich dus reden om. Aan te nemen dat ze nog tijd hadden. Vidioza over de hele verre bal. Heel ver hoor die aan. Ja, 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 ja. Van Schaik. Ja, iemand krijgt in ieder geval een leuke dag. Ja, het is een prachtige dag. Met zo'n goede stiel van Bouwknecht daar op Van Schaik. Mooie spin. 3x3 Bouwknecht. Een van de jonge talenten. Ze hadden er 5 of zo. Die ze... Ja, die speelt met nummer 3 en is het Antoine van Schaftenaar die heel goed invalt. Bouwknecht naar Parijs, naar de Olympische Spelen. Dan ga je in principe met z'n 4 naartoe. Natuurlijk wat concurrentie hier. Bouwknecht weer, count it. Was het toen maar een wedstrijd met z'n 3? Ja, Ros Bekkering dacht ik. Was dat toen kon inderdaad niet meer terugkomen. Nog een handblessure, een fantastische dunk ondertussen van Eik. Ja, dat speelt. Hier in de Van Meijel met waarbij 4 spelers uit het veld werden gestuurd. Turnover van Joost onder het sekkan daar van de Elze lekker die vastbreek maken. En one! Ja, lekkere bal hoor, Leiden. Weer van ver geprobeerd en dan, ja, dit is dan een beetje... Oh, die valt er toch nog goed voor Leiden. Slaan dan verstand van een Elze. Nee, maar het is wel lekker dat je die 2 wedstrijden al zonder de knie gespeeld hebt. Dan ben je in ieder geval... Weet je in ieder geval wat het is om te winnen? Absoluut N1. Goede actie daar van Schaik.